Hallo allemaal en welkom terug bij The Belgium Games. En vandaag ben ik hier met een nieuwe video. Jawel, vandaag ga ik nog eens een keertje jullie reacties eens een keertje lezen. Maar vandaag ben ik hier dus met lezen van jullie reacties. Jawel, ik ga nog eens een keertje jullie reacties gaan lezen. Het is weer meer dan een maand geleden. En ik dacht, waarom zou ik dat niet nog eens een keertje gaan doen? En laten we beginnen met de allereerste reactie van vandaag. En dat is Tepoloco. Of Tepoloco, sorry als ik je naam fout uitspreek. Waar is dat feestje? Hier is dat feestje. Jawel, hier is dat feestje namelijk. Want we hebben de 5000 abonnees gehaald. We, als, ja, gewoon wij samen. Jullie erbij, wij samen hebben gewoon 5000 abonnees gehaald. Het is fantastisch fijn om te zien. Iedereen extreem hard bedankt. Het is, je houdt het niet voor mogelijk. Dit is zo mooi, dit is zo fijn. Ik ben dat lamp vergeten aan te zetten. Oeps. Spontaan was er meer licht. Maar het is gewoon zo fijn om te zien dat... Ja, gewoon 5000 abonnees. Waar is de feestje? Hier! Lekker feesten! Die bescheidenhaven is de volgende reactie. Jammer dat het nog maar 5k is in plaats van 50k of 500k. Ja, soms vraag ik mij dat ook af. Waarom heb ik nog maar zo weinig? Maar soms denk ik bij mijn eigen... Ha, ik doe gewoon lekker verder in wat ik goed ben. En gewoon mijn enthousiasme laten zien zoals ik intern ben. Extern ben ik meestal iemand die in een hoekje zit te wenen. Dat is misschien overdreven. Maar iemand die vrij stil is. Maar intern barst ik van de enthousiasme. Barst dat er allemaal uit tijdens de video's. Het is fantastisch om te doen. En ja, ooit komen we er. Ooit geraak wel er. Random portaal. Wat? Een zwembad. Jaloers. Haha, gefeliciteerd nogmaals. Ja, ik had... Ja, normaal gezien zou ik dit nooit gedaan hebben. Maar met permissie van mijn ouders heb ik het toch gedaan. Ja, jullie hebben het van zoenig kunnen zien dat ik een zwembad heb. Of ja, ik niet. Mijn ouders. Ik niet. Mijn ouders hebben dus namelijk een zwembad. En ik dacht, waarom niet? Ik doe gewoon daar eens een keertje een video in. En ik vond het wel grappig. Ik vond het wel leuk voor de eerste paar minuutjes. En dat was gewoon fijn om te doen. En als jullie mijn Discord volgen, dan weten jullie dit al langer. Maar dat is gewoon, ja, gewoon... Is iets anders. The real monkeys. Jens, er is iets glitchy. Ik kreeg dit pas 5 uur later terwijl het belletje op alles staat. Ik wou dit er eventjes bij nemen, want ik raad jullie aan om zeker en vast dat belletje een keertje aan te raken. Dit is, haha, een plug voor het belletje aan te raken. Het belletje, belletje. Genoeg belletje gezegd? Maar als je dus dat belletje aanraakt, krijg je normaal gezien volgens YouTube direct een melding, zodat je direct mijn video's kunt gaan kijken, zodat je direct mijn video's direct kunt zien. Maar YouTube heeft zoiets van... Nope! Een reactie van Rubio? Mijn excuses als ik het fout uitspreek. Gefeliciteerd Jens, dubbel en dik verdiend. Ik geniet van elke video en je hebt me al veel bijgeleerd. Doe zo voor. Ik ben jou nog niet heel vaak tegengekomen, dus welkom. Maar ja, heel veel bedankt. Echt waar. Iedereen in deze hele community. Het is niet normaal hoeveel mensen ik tegenkom op Discord. Hoeveel mensen ik zo tegenkom in de berichten hier. Het is fantastisch om te zien hoe een community dit is. Iedereen is zo vriendelijk. Iedereen is zo happy. Oké, je hebt soms van die mensen ertussen zitten die echt zoiets hebben van fuck dit, fuck dat. Ik mag niet te veel vloeken. En ja, het is gewoon tof. Jullie zijn zo fijn. Echt waar. Dat is gewoon niet normaal. En het is gewoon zalig. Gefeliciteerd Jens met je 5k. Een leuke duikbril. Ja, ik wou mijn duikbril eigenlijk opdoen, maar ik heb hem in het zwembad liggen. Ja, ik heb een leuke duikbril. Als jullie de video niet hebben gezien van de 5k, ik had een duikbril op sterkte. Ja, dat bestaat tegenwoordig allemaal. Ik heb 2 brillen, als jullie het weten. Ik heb deze bril en deze bril. Maar draag ik deze bril tijdens de video's te maken, vanwege dat ik anders met deze bril 2 meter naar achter moet. Deze bril is veel sterker. Eigenlijk, wacht. Kunnen jullie dat niet... Wacht. Kunnen jullie dat zien? Oh, wauw. Oh, wauw. En dan heb je deze. Ja, nu zie ik helemaal... Oeh. Amai. Dus ja, zo heb ik dus ook een duikbril, die op sterkte is. Ja, wat ze tegenwoordig allemaal kunnen maken. Woeh, dat was leuk. Altijd lekker, hè? Dit is water. Geen rum of zo. Maar anders ben ik hier helemaal zonnet gewoon. Ik schoof letterlijk bijna echt uit. Ik doe even een sketch met uit te schuiven en ik schuif er bijna echt uit. Ik sta hier op een mat en die schuift. Xab Gaming is de volgende. Ik ben zelf blijven kijken. Niet omdat ik er iets van leer, want ik ben zelf een Java-developer. Maar omdat je zo jezelf bent en zo enthousiast bent. Ja, dat is gewoon...
Ja, dat klinkt misschien heel, heel onnozel en heel stom. Maar buiten YouTube, als je mij tegenkomt, ik zou heel graag met je een foto willen nemen. Nu op 1,5 meter afstand vanwege dit hele gedoe. Maar ik ben iemand, als je mij tegenkomt ergens zonder dat ik met iemand extra mee ben, ben ik iemand die heel stil is. En dat klinkt heel gek, want eenmaal als ik een camera voor mijn neus heb en mijn broer heeft meegemaakt vorig jaar, ben ik helemaal anders. Dat is, allee, helemaal niet. Ik ben zo, van binnen ben ik iemand die wilt gillen, wilt schreeuwen, dit wilt doen. En van buiten, als ik met werk bezig ben, ja, dan ben ik echt serieus. En dat is zo'n klik die kan maken en ik vind dat fijn. Dat is gewoon, ja. Ilias Place, nice man, gefeliciteerd nog met de 5k subs. Ja, heel veel bedankt. Dat is de, ja, wat moet je er nog meer op zeggen? Gewoon, extreem bedankt. Ik had dat nooit moeten installeren. Kuit van Steen, kom ik redelijk vaak tegen. Nogmaals gefeliciteerd, Jens. Het is je gegund. Ga vooral zo door. En leuk om een inkijkje te hebben in je statistieken. Ja, ik dacht... het is een klein beetje clickbaity. Sorry. Sorry. En ik weet het, het is... ik wou het gewoon laten zien. Het leek me interessant om mensen een idee te geven van hoeveel verdien je nu als je 5000 subs hebt. En dat was dat bedrag. Ik ga het niet gaan zeggen, daar moet je de video voor kijken. Wink, wink. Dus ja, ik wou het gewoon laten zien. Ik dacht van, gewoon hier, heb je het. En kijk ernaar. Stond erbij en ik keek ernaar. Ja! Weer een leuke video. Dat was een reactie van Comide. Elgames, leuke video. PS, love the Belgium Games met 3 hartjes. Sowieso een is dat een hartje? Wacht, hè. Wacht even naar mijn monitor. Is dat een hartje? Mijn camera staat in een hoek, zodat jullie altijd daar de Lego zien. En daar mijn bed normaal een knuffel, maar die staat niet heel goed in beeld. Zodat jullie de rommel niet kunt zien, hier. En ook een beetje daar. Maar daarom maakt het moeilijk om een hartje te maken. Is het een hart? Een van de Engelse kijkers, want sinds kort kijken er letterlijk Engelsen na deze video's. Dus ik wil jullie ook eventjes vragen. Willen jullie de video's vertalen? Dan kan je normaal gezien ergens in dat hoekje, denk ik, of in dat hoekje, normaal gezien de vertaalopties zien, zodat je de video ook kunt vertalen. Nu, binnenkort ga ik ze hopelijk zelf ook vertalen, maar dat kan je eventueel zelf doen. Maar dit is een reactie van Hobby Loser Pudders. Zucker. Congrats with the 5k subs. Your videos are so nice. Ik vind het gewoon top. Het is zo leuk om te zien hoeveel Engelstaligen sinds kort mij zelfs mails sturen om video's te doen. Mij ook gewoon berichten sturen van, hey, wil je dit eens doen? Hey, wil je dat eens doen? Ik zelfs laatst een bericht van een Engelstalige. Jouw video's zijn veel beter dan alle Engelstaligen samen. Daarom plofte mijn hoofd van. Had ik echt zoiets van... Dus ja, dat was fantastisch. Waarom klinkt dat zo gek? M64 Diamondstar, stuur naar mij. Je bent de beste. Ik kijk vooral je plugin tutorials. Ze zijn zo interessant. Ik gebruik er veel voor mijn server die ik heb leren kennen door jou. En natuurlijk... Gefeliciteerd. Ik vind dat je die playbutton nu al verdient met een hoop pakjes... Poppers, ik heb geen poppers meer, anders had ik hem laten afgaan. Ja, het is fantastisch. Het is zo mooi, zo leuk om te zien hoeveel mensen er zijn. Hoeveel mensen het fijn vinden, hoeveel mensen het gewoon leuk vinden. Ja, ik kan niet eerlijk... Ja, ik kan niet meer zeggen dan dank u. Gewoon zo hard bedankt. Het is zo tof. Ik heb mijn YouTube-kanaal zo kunnen laten groeien. En het is gewoon fantastisch. Zo mooi. Ja, iedereen... Heel hard bedankt. Echt waar. Ja, maar zo beginnen. Bram Meert. Gefeliciteerd. Je bent van... Saaie. YouTuber naar favoriete YouTuber gepromoot. Doe ze voort. Was ik daarvoor saai? Kan ik begrijpen. Ik vond mijn eigen echt heel saai. Als je naar die oude video's kijkt. Oh my. Dat treedt op geen hol. Maar oké. Het is veel verbeterd gelukkig. Merci voor de reactie. Een reactie van Soul. Ik heb wel eens weer al een baan als software developer, maar de DiscoBot tutorials zijn super clean. Sub je erbij, congrats met de 5k. Ja, dat is gewoon fantastisch. Fijn dat ook zelfs, allee, ik weet niet echt als hij nog developer is, maar ja, ik zelf ben ook een developer in mijn vaste job. En het is gewoon fijn dat ik dat kan doortrekken naar YouTube en dat ook kan uitleggen. En laatst heb ik zelfs een reactie gehad van iemand hier op de straat die mijn video tegenkwam en die zelf docent is. En die tegen mij zei, Jens, waarom mocht jij zelf niet docent of leerkracht? Ik zei van, ja, nee.
I don't know. De voorlaatste reactie van Jesse Bosker. Die ken ik ook niet. Dus ja, trouwens, welkom bij de familie. Gefeliciteerd en ga ze door. Ik heb echt veel aan jou uitleggen gehad. Heel veel bedankt. Ja, ik heb het al vaak genoeg gezegd. Extreem erg bedankt. Het is gewoon fijn om al die reacties te krijgen. En ah, love it. En natuurlijk, deze kan natuurlijk niet missen. Hallo Jesse. Opnieuw. Ik Jesse. Hallo. Allemaal. En welkom terug bij de Belgium Zwembad. Is dit niet nieuws? Tuinen in België zijn altijd zo groot. Oef, in Nederland niet. Alhoewel, hebben wij wel een grote achtertuin, maar anderen niet. Ja, als je echt de grootte van de tuin wilt weten... Je hebt, als je de video bekijkt, je hebt het zwembad. Dat is, ik dacht, 10 meter. En dan heb je nog... Of 9 meter. Nee, 9 meter was het, ja. 9. 9 op 5. En dan heb je nog een stuk daarvoor waar je mijn mama zag strijken. Maar dan heb je na het zwembad nog een heel stuk. En dan daarna heb je een haag. En daarachter hebben wij nog een stuk van de buren. Dat stuk is ook nog van ons. En dan nog een heel stuk van het veld van een boer. Dus ja. Maar ik woon ook letterlijk één straat van het bos af. Dus ja. Maar het is wel brandgevaar nu. Het is wel minder. We mogen bijna het bos niet meer in. En dan zijn we op het einde van de video gekomen. Hoehoe. Ja, eigenlijk niet hoehoe. Eigenlijk is het wel. Hoehoe, we zijn op het einde. Maar we zijn... Oh my. Dat was zo... Maar we zijn dus op het einde gekomen van deze video. Ik hoop dat jullie dit een hele leuke video vonden. Geef dan dat duimpje omhoog te doen. Raak een keer dat abonneerknopje aan. En vergeet zeker en vast niet dat... bellicoontje een keertje aan te raken. Hoe zou dat klinken met die stemvervormer? Ja, dat gaat tijdens het bewerken moeten... Oh, dat was nog luid. Wat zullen we wel zien? Maar ik hoop dat jullie dit dus heel fijn vonden. Mijn naam is Jens. En ik zie jullie bij een volgende video. Doei. Ik bleef precies hangen. Doei.